Een hele goede dag. Welkom bij nieuwe Ups & Down. We zitten in de auto. Ik heb al een hele dag achter de rug. We zijn onderweg naar Inge toe. Ik ben eventjes koekoek. We zijn onderweg naar Inge toe, staan in de file. We gaan dadelijk eventjes naar een McDonald's toe met de kinderen. En morgen is Jinta feestje. Dus we gaan lekker even gezellig naar het oosten. Jordi zie je al met zijn voeten zitten. Dus lekker nog even anderhalf uur in de auto. We zijn al even hier. Ja, zeker. En we zijn aan bakken voor Jinta. Ja. Want ja, hè? Waar een feestje is, moet ook taart, cake, iets. Ja. En het verzoek was cupcakes, dus dan doen we dat maar. Glutenvrij. Ja. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Ja. Ik ben benieuwd wat we hoeveel we hebben straks. Veel. Veel te weinig, denk ik, als ze morgen aan het eten gaan. Ja. Ja, aan onze kinderen. Ik denk dat er visite weinig overhoudt. Ja, denk het wel. Als we gaan kijken hoe de wafels altijd doorheen gaan. Ja. Nou, 2 keer meegebracht. Die waren binnen een dag, anderhalf dag op. Ja. Dus. We gaan het zien. We hebben geen vreetkezen. Maar goed. Wij gaan nog even verder bakkeren. Niels is eventjes met Liam naar Emiel toe. Op de camping. En naar de kinderen. Liam, of Jordi en Sam, die liggen al op bed. Maar Liam was ondertussen in slaap gevallen onderweg hierheen. Dus die is nog wel even wakker. Maar ja, wij gaan even verder bakken hier. Opa. Papi is van me. Dit is een maken. Papa, mama. Hoho. Zie op. Kijk op. Mama, hoho. Zie. Ik draai baba. Tita, draai baba. Ik wil het dak al volgen, maken we weer een stap. Ja, is open. Hi! Hi, verstikeling! We hebben allemaal 5 plekken in de auto, dus we moesten zo mee. Ja. Het is een beetje gegaan met de rotonde. Het gaat een beetje warm. Hallo, ik doe even inbreken. Even een disclaimer. Inge was zo druk bezig dat ze niet heeft gezien dat Julan daarin is gekomen. We hebben niet op de openbare weg gereden op deze manier met Julan. Dat is onverantwoord en dat is niet wat we doen. Er is niemand gewond geraakt tijdens het maken van deze video. En wij zouden nooit zulk onverantwoord gedrag vertonen. Maar dit is gewoon, zeg maar, toen Inge niet zag is dit gebeurd. En we stonden toch met de auto op het veld. Dus ja, dat. Maar goed, ga verder met kijken. Nogmaals, we hebben niet gereden op de openbare weg met Julan in de dakkoffer. Was de paard. Dan zeggen we goedemorgen. We zijn natuurlijk op de verjaardag van Jinta, want daarom zijn we hier. En ik heb een cadeautje voor jou. Meerdere. Ja. Maar het zit daarin, hè? Je moet laten zien wat het is, hè? Ja. Daar hou je helemaal niet van. Nou, jij moet jou ook nog op terug halen, hè? Ja. En de tas is ook wel zwaar. Ja, dus er zitten cadeautjes in. Stik, vork en lepel. Ja. Dit was een varkentje. Nee, niet op de grond. Leg maar gewoon hier op tafel, doen we dadelijk. Ja? Ja, hij zegt ook wel eens moet hij. En dan zeg ik, ja, dat moet ik niet. Wat zou dat zijn? Het hekse handje. Oh, en wat ga je daarmee doen? Studeren. Ja, studeren, want?
Mama en ik hebben die gevonden op onze volle maan. Ja, maar de heksenkring. Dus ik zei, nou dan koop ik die voor Jinten voor de verjaardag. Dat is het heksendingetje dat ik voor jou had. En nog dit. Ja. Waar mijn naam op staat. Ik zal trouwens het boek even laten zien. Dus deze. Volgens Jinten zijn de moeder en ik heksen. Jessica hoort er ook bij. Jij ook, jij bent nog in lering. Stitch parfum. Ja, wat is dat? Stitch parfum. Oh ja, ik ben benieuwd hoe dat hier ruikt. Laat je mij die dadelijk wel even ruiken dan? Ja. Zit je op mijn telefoon op die bak? Ja. Wil je mijn telefoon op geven? Een steeds. Mag ik hoor. Ja. En die mag ook in de magnetron, dus daar kun je je melk in drinken. Nee, is goed. En ik heb hier een motor. Een vriendin. Ja. Nee, zijn vriendin. Zijn vriendin. Vind je het leuk? Ja. Ja? Mooi, ben ik blij om. Mooi zo. Dus dan kun je gaan leren. En je kan lekker ruiken. Je kan eten, drinken en knuffelen. Jouw lievelingsdingetjes, toch? Nou, dat dacht ik. En je kan ook alle zooi weer meenemen. En er zitten ook glitters op, zie je dat? Ja. Nou, dus dat is wat ze gekregen heeft. Nou gaan we verder het feestje vieren. We hebben het heel leuk gehad op de camping, hè? Leuke zeker. Verjaardag. Zeker. Ja, ik heb niet heel veel gefilmd, maar wat ik heb gefilmd, dat gaan jullie aan het einde van deze vlog zien. Maar ja, zoals jullie weten zijn Inge en ik van dingen proeven. En ja, we hadden weer wat gevonden. Dus ja, dit is Nutty Almond. Dus denk ik pindakaas van amandel. Ja, zoiets. Zo ziet het er wel uit. En dit is Crunky. Crunky. Ik denk dat ze hier niet goed kunnen uittypen, maar volgens mij bedoelen ze crunchy. Daar lijkt het wel op. Ja. Dus die gaan we eens even proeven. Ik denk dat het Google Translate is. Zou het? Ja, zoiets. En van, ik had... van het Chinees naar Engels. Zou het? Ja, denk ik. Ik had natuurlijk ook gevraagd van geef ideeën. Maar Inge is bijvoorbeeld niet van de noedels. Nee. Nee, vindt ze niet lekker. Echt iets met melk kan ik weer niet. Dus ja, daar zitten we een beetje mee. Maar we zijn nog aan het bedenken. We hebben nog wel dingen in ons gedachtenstelsel zitten. Maar hebben jullie ideeën? Geef het vooral door. Dan kunnen we het gaan proberen. Ja, dat. Wat was dit? Pindakaas ding? Ja, dat amandel pindakaas. Het ziet er wel een stuk lichter uit als die andere. Ja. Hij ruikt wel naar amandel. Ja. Nee, dit is geen spek. Dit is nu... afgezwakte chocola. Weet je wat het is? Dit is Nutella met water. Ja. De binnenkant van Kinderbrenel. Met dat smeuïge spul. Nee, niet eens. Nee, maar zo. Ja. Het is zo minder smaak. Het is niet vies. Maar het is ook niet lekker. Nee. Het is niet dat ik denk van, lekker smaakje. Ja, dat. Dan gaan we deze proberen. Leuk voor de kinderen. Ja, ik wou net zeggen, de kinderen die zijn er ook nog, hè. Dus die kunnen het ook proberen. Je hebt een hele lieve tweeling die dat... Met alle liefde probeert. Ja, dat. Even. Nou, daar zijn we weer. Ik moest even Jordi helpen. Dit is een dikke koekje. Oh. Dit lijkt een beetje op zo'n magnummeisje. Ja. Ik denk dat er een lion-achtig iets aan zit, zeg maar. De buitenkant van een lion. Zoiets. Ja. Smaakt niet naar lion. Nee. Smaakt naar van die rijstpotjes, van die dingen. Ja. Aan, met chocola, aan een stokje. Niet vies. Wel een rare nasmaak. Ja. Niet kopen. Nee. Niet vies, maar het is ook niet dat je zegt, wow. Het zijn van die gepafte rijstjes met chocola. Ja.
Maar niet met heel lekkere chocola. Nee. Van die goedkope chocola. Ja. Eens. Het is niet eens slecht op koetjesreep. Het is nog slechter dan dat. Koetjesreep is beter. Ja. Moet je... Oh, koetjesreep en dan ijskoud. Oud. Oh, lekker. Ja, sorry jongens. Echt. We houden nou eenmaal van chocola. Ik kan niks aan doen. Kijk maar. We zijn even bezig. De kinderen zijn... Even zwemmen. Ja, en wij zeiden, oké, chocola! Maar nee. Ik vind de gewone nog steeds het lekkerst. Ja. De gewone. Witte, gewoon wit, met witte chocola. Ja, dat is ook prima. Maar ja. Nee. Maar ik blijf iedere keer erop uitkomen. Ja, ik ook. Beetje jammer eigenlijk. Ja. Ze moeten ze nog beter maken. Eigenlijk wel. Of we moeten ze zelf een keer maken en dan filmen. Kan ook. Van die ideeën. Het duurt nog een paar jaar al, die ideeën. Ja. Moeten we nog een paar jaar bevriend blijven. Ja. Oeh, fout. Dat lukt wel. Blijven we last houden van elkaar. Ja. Ja, dat vinden onze mannen wel erg. Maar ja. Jammer dan. Die hebben het er maar mee te doen. Ja, dat. Maar goed, wij gaan nu opruimen. En zorgen dat wij naar huis kunnen en dat Inge naar huis kan. Ja. Want morgen moet iedereen weer naar school. Helaas. Ja, dus... Ja. Eindelijk mooi weer, dan moet iedereen weer naar school. Eigenlijk wel, hè. Zo vervelend. Maar ja. Eerst gaan jullie allemaal filmpjes nog zien. Van wat we nog hebben gefilmd en gedaan. En foto's zien. En dan gaan we deze upsen namelijk afsluiten. Dus ja. Dat gaan we nu alvast doen. Zodat jullie daarna nog even kunnen genieten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Ja, tot later. Lekker spelen. Lekker spelen. Ja, hij zit er in een huisje. Moet je er doorheen? Ja, er doorheen. Goed zo. Ja. Laat hem maar lekker zitten. Nee, nee. Vind je leuk, hè? Sammy. Dat is nieuw. Dat is nieuw. Liam, niet met je reet erin. Heb je al dan? Ja, precies.
Ja, heel mooi. Gaan we naar papa toe? Nee. Gaan we tegen papa zeggen dat hij op moet schieten? Doen we dat? Kom. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Gaan we naar papa toe? Ja. Chikai. Ja. Papi. Ja. En wat is het? Het is anders. Doei. 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 De volgende keer. Tot de volgende keer. Hey, doei. Doei. Ah. Hey, doei. Kom, gaan we naar papa toe. Ja, papa. Zeg we tegen papa afknijpen. Tietwa, tietwa. Tietwa, wa, wa. Tietwa, tietwa. Zwa, wa, wa. Op je plaats. Oké. Kom, even deze kant op.